rolling with the waves. Let them crash down on me. Hey, doe even normaal. Moet je me niet aan het pootje zitten, hè? Dan is er ook niks leuks. Nee, zit zo aan je pootjes te knagen en te doen. Ja, niet ik. Maar in ieder geval, het was dus vandaag vrijdag, goede vrijdag, de 7e van de 4e 2023 en we leven alweer reeds om 15:38. Ik kreeg toch daarnet commentaar van die ene met dat zwarte hoedje op. Nou, dat wil je niet weten. Die, met z'n, ja, die eerste man die wegloopt met een zwart hoedje op. Die zei eventjes dat ik door moest lopen. Wie is hij om dat mij te vertellen? Ik loop door wanneer ik dat wil en ik ga staan waar ik wil staan en ik ga zitten waar ik wil zitten. Ja, echt. Ja, lieve vrienden, weer een hele warme welkom weer bij Corina en de Beestenboel. Want daar zijn jullie weer bij aanbeland, zoals jullie allicht weten. Het is vandaag alweer vrijdag, oftewel Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen. Doe even normaal. Hey, doe even normaal. Moet je me niet aan het pootje zitten, hè? Dan is er ook niks leuks. Nee, zit zo aan je pootjes te knagen en te doen. Ja, niet ik. Maar in ieder geval, het was dus vandaag vrijdag, goede vrijdag, de 7e van de 4e 2023 en we leven alweer reeds om 15:38. Hé, ragebol? Ja. Dus ja, ik ga ook zo lekker even met ze lopen. Het is weer droog, het had geregend. Maar het is nou weer droog en ik heb de was boven, ben ik weer even mee bezig geweest, want dat moet ook wel bijgehouden worden. Yes, ja, dat dus zo'n beetje. En wat ga jij doen, hè, Elwing? Elwing. Elwing. Hi, kind. Kom jij bij me zitten, schat. Hè, moet kunnen, hè. Ja, moet allemaal kunnen. Ja, dus we gaan zo even lekker lopen, hè, meisje. Dus, nou, jullie zien het. Ik heb nou dat jurkje zonder trui eronder aan, want daar is het gewoon in huis ook veel te warm voor. Buiten ook wel, want je doet er een vest overheen, die doe je dicht, een sjaal doe je eromheen. Ja, dus het is warm zat. En het is niet echt hartje winter. Ja, 's nachts is het nog wel goed koud, hoor. Dan is het gisteren? 4 graden, nou dat vind ik koud. Ja, het is dan wel boven het vriespunt, maar toch, het is koud. Maar in ieder geval, het was nou 9 graden, dus we gaan er even uit en lekker eventjes lopen. En ik moet hier nodig ook eventjes de stofzuiger of de bezem er doorheen halen. En ik wou maar bezig met mijn jurk, maar daar kom ik ook niet aan toe, die nieuwe jurk, die punten eraf te knippen. Maar ja, het fut is er niet voor. Ik had hem met de paas aan willen hebben, maar ik heb het fut er niet voor. Nee. Ik moet ook vlogs in elkaar zien te zetten en te doen, dus ja. We zien wel wanneer er wel wat van komt en er zijn belangrijkere dingen dan enkel de jurk, ja. Ik heb nou enkel, ja, ik kan hem wel aan, daar niet van, maar dan moet ik met die stoel erom denken dat ik er niet op die punten terecht kom en dan moet ik hem iedere keer omhoog gooien. Ja, nou ja, zo'n jurk heb ik nog meer, dus ja. Die rode met driekwart mouwtjes, tenminste rood, ja, er zit rood bij in, allerlei kleuren zitten er bij in. Dan heb ik die rode kooljurk nog, nou daar heb ik geen last van, omdat hij is wel lang. Maar die is strakker langs me heen. Dus ja, dan komt dat ook niet in, onder de wielen van de stoel terecht. Nee. Maar oké, ja, lieve vrienden, we gaan gewoon
de hart eventjes op, eventjes loopje doen. Want Rijka, die, ja, wat Rijka heeft, ze zit aan de pootje te knagen en ze wil weer goed gestaan op de bank en het is piep, ja. Nou ja, moeten we dat niet doen, hè. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Hoe jullie hem invullen, moeten jullie weten. Het is al, nou ja, al aan het einde van de middag, maar hoe jullie dat gedeelte nog in willen vullen, moeten jullie helemaal zelf weten en... Geniet er gewoon van. Dat gaan wij ook doen. Ja. Hé, meisjes? Ja. Dus ik zou zeggen, tot later. En we hebben weer een file. Zowel op de Kanaalweg. Zowel op de Weststraat. Maar dat begint nou aardig even weer een beetje aan te rijden. Er staat nog een caravan tussen. Allemaal weer naar Texel toe. Of ja, de verkeerslichten staan er ook nog tussen. Dus dan weet je het al, hè. Ja, dus het kan ook nog nou ja, het centrum in moeten, maar ja, waarom ze dan hier ook gaan, dat kan ook verderop nog. Dus ja, dat dus. Ik zal jullie er straks alweer even bij pakken als ik aan de overkant ben, want ik moet eerst een hobbelende brug over, et cetera. Dus ja, en de meiden die staan hier, helemaal prima. Dus mijn rollator staat ook in de berm, helemaal goed. Dus ja. We gaan weer door en ik laat het jullie straks wel weer zien. Ja. Er komen nog meer auto's bij, die sluiten zich lekker aan daar eens. En daar komen ze uit het centrum vandaan en ze kennen erin. Dus ja, dat dus. Hij is leuk! En daar staan ze ook weer stil. Ja, omdat het hier weer rijdt. Dames, even rustig. Zo. Ja. Met één hand sturen. Is moeilijk bij een rollator, en vooral als je een stoet hebt met hobbels en kuilen. Even plasje doen. Hé, meisjes? Ja, moet ook gebeuren. Ja. Allemaal gebeuren. Maar ja, ik moet de meisjes straks kort hebben en dan moet ik jullie toch weer even opruimen. Ja, maar dit vind ik gewoon leuk, hè. En dan hoop je eigenlijk dat er ook mooie auto's ertussen zijn. Want ja, die witte is wel mooi, maar nou, ik heb mooiere gezien. En nog de laatste weer even. Er komt wel weer wat aan, maar ach. Ja. Nou ja, daar met dat groene gestreepte ding, daar woont diegene die mij een schop in mijn rug heeft gegeven. Die ik zo geholpen heb. Ja. Noem nou maar even geen naam, hè. Maar jullie weten er alles van. En een hoop hondenblikken er naartoe gegaan met hondenvoer en weet ik veel. Andere boodschappen naartoe gegaan. Ja. Gaat goed, meisjes. Even gras eten. Ja, nou ja, dan gaan we nu weer even opruimen, want ik moet er zo meteen met oversteken kort hebben. En ook langs die huis, want ze mogen voor mij niet bij de huizen piezen en poepen.
Nee, dus ik moet ze zo meteen verder hele eind kort houden naast me. En dan loop ik links van de trottoir. Ja, dus langs de lantaarnpaals. Dus, lieve vrienden, geniet van alles. En tot straks maar weer. Ja, en zoals jullie zien, de verkeerslichten doen het niet. Knip oranje. Dus wat hebben we daar staan? Ik zie er hier ook vandaan 3 stuks. Nou rijdt er een camper ervoor, een caravan ervoor. Maar 3 verkeersregulateurs. Ja, oftewel verkeersregelaars. Dus ja, dat is. Dus. Ik vind het wel grappig. Ik loop er weer even naartoe, maar ik moet die meiden kort houden. Die heb ik hier ook nou ook kort, even uitzoomen. Hier ook kort staan. En dus ja, ze kunnen nou niet verder. En er komt daar ook nog een hond aan. Maar in ieder geval, die wordt gedrild, die hond. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Ik kreeg toch daarnet commentaar van die ene met dat zwarte hoedje op. Nou, dat wil je niet weten. Die, met ja, die eerste man die er wegloopt, met een zwart hoedje op. Die zei eventjes dat ik door moest lopen. Wie is hij om dat mij te vertellen? Ik loop door wanneer ik dat wil en ik ga staan waar ik wil staan en ik ga zitten waar ik wil zitten. Ja, echt. Maar het is een volle bak. Ja. En dus. En er is weer een boot binnen. Dus er komt weer een stootje verkeer aan. Ja. Dus. En dat dus. Nou, hij staat nu op de kruising, die ene. Dichtbijzijnde. Die belemmerde mij. Die zei, ga lopen even je rondje door. Dat maak ik uit. Ja. Maar het is druk en het niezert het een beetje. Het is vochtig. Dus ja, we gaan wel weer door. Dus ik zou zeggen, we zien elkaar thuis weer. Zo, lieve vrienden. Ja, we zijn alweer eventjes thuis hoor. Ik heb Karen al een telefoon gehad om te vragen. Neem een binnenweg. Als je deze kant op komt, want ze is al bezig om deze kant op te kopen. Ja, niet naar mij, maar naar, hè. Maar in ieder geval, vanwege die file. Dan moet ik eigenlijk straks, als ik eraan denk ook, en ik zou bezoek krijgen. Maar ja, of dat doorgaat, dat weet ik ook allemaal niet. Zou ik even weer kijken of er nog file was? Nou, ik denk van wel, want het is paars weekend, dus kom op. Ja, dat gaat door. Totdat de boot niet meer gaat. Ja, dat is geloof ik 8:30 of zoiets, dat de laatste gaat. Dus ja, en dan houdt de file vanzelf weer op. En nou is het gewoon, ja, het gaat op en aan. Er komen auto's van Texel en er gaan auto's naar Texel, dus ja. En dat heet straks zondag en maandag ook weer, ja. Dat hou je gewoon. Oh nee, maandag en dinsdag. Want maandag heb je ook nog paasmaandag. Ja, ook dat nog. Dus ja, dat is lieve vrienden. Ik heb ook een koffie voor me. Ik heb al geveegd. Dus ja, Rijka die wou weer naar buiten. Dus die is even buiten aan het pieren waaien. En Elwing die legt hier lekker bij me. Hé meisje? Ja, hè? Ja. Dus ja, dat dus. En ik ga nou eventjes op de computer aan het werk. En eerst even wat voor mezelf doen, ja. Dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Het is bijna 4:55 is het. Dus ja, geniet ervan. En smakelijk eten, bon appétit. Dus komt het allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn hier weer bij elkaar. Om van jullie natuurlijk afscheid te nemen voor vandaag. Want het is al heel, heel erg laat. Wat moet je nou? Het is namelijk 2:41 en ik moet nog lopen met de meisjes. Ja, dus we leven eigenlijk alweer op zaterdag. Ja, zaterdag. Ja, ik heb het goed. Maar, wow, stille zaterdag geloof ik. Ja, stille zaterdag. Ja. Dat is een heel lang verhaal. Dat doen we morgen wel. Ja, althans wanneer ik weer wakker ben. Ergens, morgen, vandaag. Ik
ga in ieder geval met de meisjes uit en daarna gaan we naar bed. Dus we zeggen, het is uit met de pret. Ja, we gaan lekker zo meteen sluiten en kijken of de vogeltjes nog fluiten. Maar dat zal wel niet, ja, bij het water. De meerkoeten, die hoor je nog, et cetera. Maar in ieder geval, voor nu zeg ik wel, zuster, slaap lekker en mooie dromen. God, die houdt over ons gewoon allemaal weer de wacht. En ik zeg dan weer gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Things in life are free.